Het is meivakantie en dat betekent dat de kinderen vrij zijn van school. En dan moet er iets verzonnen worden om die kinderen te doen te geven. Hier bij het ECC in Leiden hebben ze daar wat op gevonden. Ze hebben namelijk een heus springkussenfestival georganiseerd. 4000 vierkante meter met springkussens. Karaoke hoor je op de achtergrond misschien wel. Er is heel veel te doen voor kinderen. Je kunt je laten sminken. En wij gaan even hier een kijkje nemen. Hoe lang ben je hier al? Echt maar een paar minuutjes of zo. Maar is het wel leuk? Ja, heel leuk. Wat heb je al gedaan? Eigenlijk ben ik bij bijna alle dingen geweest, behalve daarboven. Maar wat was hier nou het allerleukste? Dan denk ik toch die apen iets. Ja, lekker springen en met haar spelen. En wat heb je al gedaan hier? Veel gesprongen en gevoetbald. En eigenlijk ook een beetje daar bezig, goochelen. Dus dat vind ik wel leuk. Omdat we gewoon wat wilden doen, zeg maar, voor de mensen die ook wat minder geld hebben voor een dagje duinruil of iets anders. Dus daar wilden we ook graag wat voor terug doen. En omdat wij hier in de buurt voetballen, kennen een hoop mensen. En we weten dat in Warmond is er wel wat te doen. Maar voor de rest is er niet heel veel te doen voor de kinderen. Dus we dachten, na het succes van Rotterdam, laten we ook in Leiden kijken of we hier wat moois neer kunnen zetten. 7 dagen lang voor ouders en voor kinderen. Dit is mijn neefje en die komt bij me slapen 5 nachtjes. Ja. Oh, gezellig. Ja, en soms gaan we ergens naar buiten en dan ga ik op mijn oks sporten en dan gaat hij op mijn fiets. Ja. Maar nu dus lekker hier bij het Springkussenfestival. Zijn jullie hier al lang of nog niet? Ja, we zijn hier best lang. En wat hebben jullie allemaal gedaan hier? We zijn bij die aap en bij die glijbaan. En ook nog bij dat schip daar. De eerste dag is al heel groot succes. En we verwachten eigenlijk dat het alleen maar meer wordt. Naarmate mensen het leuk vinden en erover praten. En de eerste geluiden zijn allemaal positief. Dan gaan we ervan uit dat het een succes wordt. En dan gaan we zeker terugkomen. En of het dan alleen in de meivakantie is, dat zullen we dan afwachten.